Het dagelijks leven in Nazi-Duitsland bracht veel Duitsers veel goeds. De werkloosheid nam af en eigenlijk op elk front waren de Duitsers wel tevreden over wat Hitler bracht. Hij had namelijk veel beterschap beloofd en die kwam er ook. Met name op het gebied van dat de werkloosheid terugnam. Toch zijn er ook nog heel veel zaken die niet uh, zo werden gerealiseerd in één keer. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van levensruimte in het oosten. Toch was Hitler in de jaren dertig er al mee bezig om weer een sterk leger op te bouwen. He, zo voerde Hitler weer de dienstplicht in. In het volgende hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog gaan we hier nog wat uitgebreider naar kijken. Het dagelijks leven voor de normale Duitsers in Duitsland uh, was dus best wel aangenaam. Toch waren er natuurlijk ook heel veel mensen die hier heel erg veel last van hadden. Mensen die tegen Hitler waren, werden opgepakt door de Gestapo, de staatspolitie, en werden in concentratiekampen gestopt. Dachau is een van de eerste en ook een heel bekend concentratiekamp waar veel politieke tegenstanders in gestopt zijn. Dit is zoals in een totalitaire dictatuur om wordt, gedaan, om wordt gegaan met tegenstanders.